Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik je laten zien hoe je een plantaardige versie maakt van gekookte eieren. Je hebt alleen één ingrediënt nodig waar je wel even voor op pad moet. En dat is kala namak, oftewel zwart zout. Ik zal hieronder het artikel linken waarin ik er alles over vertel. Maar het komt erop neer dat dit voor een geur en smaak zorgt die exact op ei lijkt. Oké, laten we beginnen. Ik ga beginnen om het eiwit te maken, want dat heeft de langste tijd nodig. Daarvoor heb je nodig 360 ml plantaardige ongezoete melk. Ik heb gekozen voor ongezoete sojamelk. Een halve teaspoon kala namak. En 2 teaspoons agar agar. En agar agar is een plantaardige variant van gelatine. Ik doe de melk in een kom. En daar gaat een halve teaspoon kala namak bij. 2 teaspoons gaat bij het melk. En dit ga ik met een garde heel goed doorroeren, zodat er geen klontjes meer zijn. En dan giet ik het mengsel in een stilpan. En dan ga ik dit verwarmen en aan de kook brengen. En een paar minuutjes koken, al roerende, zodat het wat dikker gaat worden. En dan ga ik ondertussen beginnen aan het maken van het eigeel. Daarvoor heb je nodig gekookte aardappel, plantaardige boter of margarine, edelgistvlokken, kala namak, kurkuma, oftewel geelwortel, en knoflookpoeder. En je vindt de exacte hoeveelheden hieronder gelinkt in het recept. Ik ga beginnen om de aardappel fijn te prakken, zo fijn mogelijk. De aardappel is helemaal fijn geprakt. Daar gaat nu de boter bij. Die prak ik er doorheen. Daar gaat een tablespoon edelgistvlokken bij. En ook die prak ik er doorheen. En dan 1/4 teaspoon kala namak. En 1/4 teaspoon kurkuma. Dat zorgt dus voor de gele kleur van eigeel. En dat gaat er ook bij. En verder gaat er 1/4 teaspoon met knoflookpoeder bij. En dat roer ik nog allemaal goed door. Het is nu tijd om het eiwit hierin te schenken. En deze ga ik nu gieten in de schaal. Het is nog warm zoals je kunt zien. Dus ik laat het eerst afkoelen voordat ik het in de koelkast zet. En dan verder met deze kleinere eitjes. En deze laat ik even afkoelen. En dan gaan ze een uurtje de koelkast in. Zo ziet trouwens het eigeel eruit. En ook dit zet ik eventjes weg in de koelkast. En dan ga ik nu de vegan filet américain maken. En daarvoor heb ik nodig rijstwafels. Een klein blikje tomatenpuree. Maar die heb ik niet, dus heb ik het afgewogen. En dan ook nog 2 keer deze hoeveelheid aan water. Olie, ik gebruik zonnebloemolie. Uienpoeder, paprikapoeder, nootmuskaat, vegan mayonaise, sojasaus en zwarte peper. Ik ga beginnen met de rijstwafels fijn te knijpen met mijn handen. Dat je dit soort hele kleine stukjes hebt. En ook hierbij vind je de exacte hoeveelheden hieronder in de beschrijving. Ik heb nu alle stukjes fijn geknepen. Doe ze nu in een grote kop. En simpelweg de rest van de ingrediënten gaan er nu bij. Zo simpel is het. Om te beginnen de tomatenpuree. En hier gaat dus nog 2 keer zoveel aan water bij. En dan gaat er 1 eetlepel olie bij. En 1/2 theelepel uienpoeder. 1/2 theelepel paprikapoeder. Een snufje nootmuskaat. 2 eetlepels vegan mayonaise. 1 eetlepel sojasaus. En 1 snuf zwarte peper. En dan meng je alles goed door elkaar. En zo ziet het er dan uit. Ik zet deze even apart in de koelkast. De eierhelften hebben nu 1 uurtje in de koelkast gestaan. En ze zijn heel erg stevig. Ik kan ze er zo uitpakken. Het is echt net eiwit. Nou ga ik er holtes in maken, zodat ik dat kan vullen met eigeel. En dat doe ik met een meloenschep. Maar dat kan ook met een theelepeltje. Ik ga beginnen met de kleintjes. Dan haal je er dus een klein beetje uit. Of niet super netjes, want dat zie je dan straks toch niet meer. En ook hier haal je er 1 rondje uit. En dan ook hierbij. Van de uitgeholde stukjes eiwit kun je eventueel nog een eiersalade maken. En zo ziet dat er dan uit. Ik ga nu alle eieren voorzien van eigeel. En voilà, hier heb ik de gekookte vegan eieren. Ik ga er gelijk 1 proberen, al weet ik hoe het smaakt. Ik heb er enorm trek in. En ik doe er wat Everything But The Bagel seasoning overheen. Daarvan zal ik het recept hieronder linken. Vegan gekookt eitje met Everything But The Bagel seasoning. Mmm. Zo lekker. Dan ga ik nu crackers maken met de filet américain en de eitjes. Ik neem meestal deze crackers. Vind ik erg lekker. Die zijn helemaal vegan. Het
is helemaal gelukt. Kijk eens wat heerlijk. Crackers met vegan filet américain en plantaardige gekookt ei. Heerlijk. En zo zien die eitjes eruit. Het is gewoon net echt. En het smaakt ook echt net echt. Ik ga nu een hap nemen. Het ruikt gewoon net als ei. Bizar. Zo lekker. Mocht je dit nou missen als vegan, maak dit. En als je dit lekker vindt als niet vegan, maak dit ook gewoon een keer. Dan zul je ervaren dat plantaardig op deze manier, dat je echt niks hoeft te missen. Nou, het gaat lekker hier. Bedankt voor het kijken. Ik ga dit lekker verder opeten. En ik hoop je weer heel gauw te zien bij een nieuwe video. Doei!